Hi, leuk dat je kijkt naar voorlopig op dit moment de laatste aflevering van Eve and the City. Dat komt omdat mijn datingverhalen op dit moment een beetje op zijn. Ik heb 7 afleveringen gemaakt met hele juicy datingverhalen. En op dit moment zijn ze eventjes een soort van op. Gelukkig maar, want ik vond het eigenlijk eerlijk best wel voldoende, hè? Ik bedoel, ja, het was toch best wel veel juice. En ik wilde graag afsluiten met een belangrijk verhaal voor mij eigenlijk. Omdat ik heb in mijn leven 4 relaties gehad. Ik ben nu 34. En van die 4 relaties vond ik er eigenlijk maar eentje echt leuk. En dat was deze. Vandaar dat dat ik hiermee wilde afsluiten en dat ik ook mijn verhaal wilde doen. Veel mensen weten deze tijd nog, als in het was heel erg ook in de media. Ik had een relatie met de winnaar van The Voice, Ben Saunders. Nu, dat is eigenlijk ook de eerste keer in Eve and the City dat ik een naam noem, geloof ik. Maar ik vind deze wel zo obvious en het is raar als ik zijn naam niet noem, terwijl ik gewoon een relatie mee heb gehad en jullie dat allemaal kunnen weten, snap je? Dus dus deze is dan niet anoniem. Ik vind het best wel moeilijk, niet omdat het me nog heel erg raakt, dat zeg ik eerlijk dat niet het geval is. Maar wel omdat dit zo'n belangrijk moment eigenlijk in mijn leven is geweest. Er hangt zoveel omheen voor mij, zeg maar ook persoonlijke groei natuurlijk, maar ook het ging echt heel erg samen met mijn groei van mijn carrière. Ja, ik vond het gewoon zo'n bijzondere tijd eigenlijk dat ik het verhaal wil doen op een liefdevolle manier. En ja, deze relatie is natuurlijk al 7 jaar geleden, of misschien wel langer zelfs, 8 jaar geleden uitgegaan. Dus 10 jaar geleden kreeg ik de relatie, zeg maar, met hem. Ja, ik moest er echt wel het een en ander over verwerken, zeg maar. En ik besef eigenlijk pas nu dat een deel van waarom het uit is gegaan ook wel door mij komt. En dat ga ik je zo meteen in deze video haarfijn uitleggen. Maar om even aan te geven dat dit dus niet een video is waarmee ik een ander wil neerhalen. Er zit genoeg juice in het verhaal. Maar ik weet ook dat Ben en zijn familie dat niet fijn vinden als ik dat doe. Dus daarom wil ik ook niet op die manier heel naar erover doen of zo. Kijken op een liefdevolle manier op terug. Het was heftig. En ik ga ook niks weglaten of zo. Maar I don't blame anybody except me eigenlijk in deze zin. Voordat ik begin met het juicy verhaal. Wou ik even een update geven. Ik ben namelijk bezig met een kledinglijn. Ja, ik drop het even tussendoor. En ik had het al laatste keer eerder gezegd dat ik wat t-shirts aan het passen was. Ik vind deze kleur zo mooi. Ik denk dat dit het helemaal gaat worden. Maar ik moet natuurlijk... ik heb een aantal deals die ik nog moet sluiten. En daar ben ik mee bezig. Span! Dus dus als je denkt, wat is dat voor shirt wat ze daar aan heeft? Oh, het zit ook zo lekker. Dat is dus shirt van mijn nieuwe lijn, hoogst waarschijnlijk. Verder draag ik vandaag de Vanilla Ice Choker. Ja, een tijdje geleden weer. Omdat hij ook zo ex is, maar hij is zo mooi. Oh my god. Ja, echt 14 karaat goud en heel veel steentjes. Verder draag ik vandaag, wat heb ik in? Nordstar en Galaxy en de Elite Bracelet. Binnenkort kun je dus de kledinglijn vinden op Live of Yvonne. Maar nu natuurlijk alvast alleen de sieraden. 14 karaat goud. Alles is echt zilver. Echt goud. Gaat daarom echt super lang mee. Gaat niet roesten of weet je wel, dat soort grappen. Dus mocht je het leuk vinden, ga dan naar de site liveofyvonne.nl. En vergeet natuurlijk de kortingscode niet. YouTube 20. Alleen voor jou, omdat jij naar mijn video's kijkt. Daar wil ik je echt heel erg voor bedanken. Vind ik echt super cool. Het is toch een beetje alsof jij mij heel goed kent. En daarom ben je mijn girl. Snap je? Dus, het verhaal.
Ik was al aangenomen als Kate bij Telekids. Ik had een contract bij RTL en Talpa, met z'n drieën in een contract. Dus ik zat dus als presentatrice en gezicht van de zender bij RTL. En ik maakte liedjes. Schreef ook zelf mee. En zat ik bij het label Eetbal, en dat is van Talpa. Nou is het zo dat Ben bij hetzelfde platenlabel zat als ik. En wij allebei op dat moment dezelfde manager hadden. Ja, en Ben heeft natuurlijk een dochter. En die was op dat moment, denk ik, hoe oud? 4 of zo? 5? Sorry, dat weet ik even niet meer zo goed. Klein in ieder geval. En dat was precies de doelgroep van de, ja, van Kate, zeg maar, van de liedjes die ik maakte. Dus ja, Ben hoorde natuurlijk wel eens via via van, oh, Kate. En kreeg ook een cd natuurlijk gratis van het management van Eetbal. Om thuis af te spelen voor zijn dochtertje. Nou, dochtertje helemaal fan. Kon alles meezingen. Dus op een gegeven moment trad ik op in Ahoy. Ja, Ahoy. Gaf ik show. En toen was hij gekomen met zijn dochtertje. Ook backstage. En dan hebben we elkaar daar ontmoet. Was wel leuk. Meteen zo van, ik dacht, Jezus. Dat is, oh, Ben was zo bekend op dat moment. Dat was echt niet normaal. Echt niet normaal. Zo, dat was echt een mega hype. Ik hoorde ook van het label van Jezus, weet je. Ze hadden nog nooit eerder meegemaakt dat iemand zo huge was, weet je wel. Kinderen, van klein tot groot, opa's, oma's, van alle lagen van de bevolking. Iedereen was fan van Ben Saunders, weet je wel. Het was, ik weet niet of je dat nog weet, maar het was echt huge. Hij was echt huge. Echt een ster. Oh, en dat weet ik ook nog, toen hij binnenkwam, dacht ik echt van, wauw, weet je, wat een ster is dat. Dat heb ik best wel, dat heb ik niet zo vaak met zangers. Er zijn wel meer zangers die dit hebben, hoor. En dat, daaraan kan je ook zien of ze groot gaan worden of niet, weet je wel. Dat charisma, dat het gewoon opvalt van, wauw. Dat is iemand. En ook al ken je hem niet, wat in dat geval niet mogelijk was. Iedereen kent hem. Stel je zou hem niet kennen, zou je meteen kunnen zien dat hij famous is gewoon. Omdat hij zo shined. Dus ja, was ontzettend leuk. Kennis gemaakt. Oké, ja. Ik zit hier dus te editen en ik zie dat er een stukje is weggevallen. Dus wat er ontbreekt in het verhaal is dat ik nu even moet zeggen dat we elkaar hebben leren kennen. En dat we nummers hebben uitgewisseld. En dat hij mij toen heeft meegevraagd om samen met zijn dochtertje en onze manager mee te gaan naar de Efteling. Gewoon voor de lol. Gewoon casual. Nou goed, wij naar de Efteling. Ja, heel het kletsen, leuk, flirten ook wel een beetje. Maar niet super veel of zo. Maar gewoon, ja, een beetje stiekem of zo. Ik weet niet, het was gewoon vibes. Daarna ging hij me gewoon heel de tijd appen, natuurlijk, toen ik thuis kwam volgende dag. Vanaf dat moment liet hij me niet meer met rust. En ik was, ja, ik werd wel een beetje gecharmeerd hierdoor. Nou, echt zo'n paar dagen later komt in een tijdschrift uit. Wat was het nou? De Party of zo? Of de Weekend? Of iets? Een roddelblad. Zie je dus mij en Ben op de voorkant van het blad als cover? Dat we in de Efteling lopen. Dat je denkt, hoe dan? En dat je ook dan ziet van, oh, dat is in het Sprookjesbos. Waar zat die persoon? Verstopt. Hoe kan dit? Later hoorde ik, het stond ook bij wie de foto had gemaakt. Dus later leerde ik natuurlijk iedereen kennen. Toen vroeg ik ook van, die persoon was over de schutting geklommen bij de Efteling. Had een tip gekregen van iemand in de Efteling. Hier loopt Ben met Kate van Telekids. En toen... nou, dus vanaf dat moment ging hij me eigenlijk soort van elke dag berichtjes sturen. En hij ging een huis kopen en dan stuurde hij de foto's van zijn huis. Van, wat vind je hiervan? En ook de inrichting. Vind je dit mooi? Vind je dit... Dat je denkt van... Ik weet niet. Het is zo leuk als iemand dat doet, toch? Dus ja, het begon een beetje zo te groeien en zo. En ja, op een gegeven moment gingen we ook daten. Gingen we gewoon afspreken om te lunchen of zo. Dates, you know. Helemaal verliefd. Ik ben altijd een beetje
Want ik weet niet. Ik ben altijd bang dat ik in de maling word genomen of zo. Dus hij was zo verliefd op mij eigenlijk dat ik... Ja, ik deed echt super... Ik vond het een beetje spannend. Ik dacht van, weet je, hij is ook zo bekend. Dus dat was wel leuk aan. Alleen als je bijvoorbeeld even, weet ik veel, ergens heen ging en je moest even tanken of zo. Of hij moest dan even tanken en ik was er dan bij. En hij gaat naar binnen bij het tankstation. Een half uur later is hij nog niet buiten. Hij komt binnen. Hij moet meteen, nou echt 6, 7, 8 keer op de foto. Weet je wel, dat is niet zomaar. Ik vond het best wel een heftig leven waar ik dan mee te maken zou krijgen. Maar ook wel leuk, weet je wel. Het was ook heel inspirerend. En hij had ook zulke leuke plannetjes, altijd leuke ideeën om te gaan doen. En ja, hij nam me overal mee naartoe. En dan was toen het aan was echt helemaal trots. En kijk, dit is mijn vriendin. En overal laten zien. Helemaal, ja, dat is toch een smeltje hart, hè? Dat is echt heel leuk. Dus ja, we hadden echt een hele ontzettend leuke tijd in het begin. En ik weet ook nog dat als ik naar zijn huis ging en ik kwam aanrijden met de auto, dan rende hij helemaal naar buiten. Op de straat zo, helemaal blij. Dus ja, het was zo'n... Ja, hij zat natuurlijk maximaal in zijn element. Ja, het was zo leuk. We zijn ook op vakantie geweest en zo, dat soort dingen. Dus ja, het zat echt helemaal goed en leuk. Inmiddels was ik aangenomen bij de musical Wicked. En mocht ik daar de rol van Chantal Jansen overnemen. Chantal ging in de Andreasen musical spelen. En ze zocht een nieuwe first cast rol. En dat was ik dus geworden. En dat was echt super vet. En mijn carrière ontplofte eigenlijk een soort van vanaf dat moment. En zeker om, in combinatie ook met ja, de juice van de relatie. Ja, we waren allebei gewoon in de stijgende lijn. En dat was echt heel erg leuk. Ik focuste me ook wel echt heel erg op mijn carrière. Want ik ben altijd ontzettend ambitieus geweest. Ik heb iets voor ogen. En dat ga ik voor mezelf creëren. En daar zet ik alles voor opzij. Dat doe ik al mijn hele leven zo. Ja, dat lukte dus ineens. Dus vandaar dat ik ook met zoveel liefde op deze periode terugkijk. Omdat op dat moment ook een beetje al mijn dromen uitkwamen. En zo kijk ik er ook nog steeds op terug. Dus heel erg gezegend met deze mooie dingen die ik heb mogen doen. Maar zoals het betreft in een musical, het is heel zwaar. De show is 3,5 uur en het is Wicked. Het is echt een van de zwaarste shows die je denk ik kan spelen. En dat was ook gelijk mijn allereerste show, dus ik weet ook niet beter. Maar kostuums zo zwaar en veel omkleden. En nou, de stukken die je moet zingen zijn zo moeilijk. En ik had een komische rol, dus ook ik moest echt bij zijn. Voor een grappige rol is het heel belangrijk dat je goed alert bent, want je ja, komische timing is een soort, ja, dat is echt, dat is moeilijk man. Als je zeg maar net te vroeg bent of net te laat, dan lacht niemand. Maar als je op precies het juiste moment, je moet het heel erg voelen. En dan moet je dus dat kost heel veel energie. Dus om dat te bereiken, dat de zaal moest lachen om mij, moest ik echt zorgen dat ik helemaal aan was, zeg maar, super geconcentreerd. En dat vergde heel veel van mijn energie. Ik speelde 9 shows per week. 9 shows. En ik was nog Kate. En RTL en Eetbal hadden zoiets van, ja, leuk voor je dat je in Wicked speelt. Ging ook niet zomaar, maar daar ga ik nog wel een keer een video over maken. Dat mocht dan. Nou, daar ga ik nu niet over uitweiden, maar dat is niet helemaal netjes gegaan. Maar op dat moment, ik wou het zo graag. Ik deed het. Daarnaast was ik dus nog Kate. En ik mocht alleen Wicked spelen als mijn shows van Kate er niet onder zouden lijden. Nou had ik ook nog 350 shows van Kate per jaar. In fucking heel Nederland. Weet je? Dus soms speelde ik de matinee in het Circus Theater. Hadden we een pauze van 2 uur. Ging ik in die pauze nog naar Leidsche Rijn of Leidsche Dam of weet ik veel hoe het allemaal heet. En dan ging ik daar nog een show doen met Kate.
werd ik opgehaald door mijn tourmanager, twee danseressen, hop, door, podium op, knallen. En daarna terug naar het theater voor de avondvoorstelling. Wow. Oh my god, dat ik dat heb gedaan. Ik kan het gewoon niet eens geloven. Het is me toch een vocaal geweld wat je in Wicked moet gebruiken. Ik kon dan echt niet ineens buiten tussen de schreeuwende kinderen keihard liedjes gaan zingen. Dat trok mijn stem gewoon niet. Dus ja, zo heftig was het. En dan ging ik 's avonds naar huis en dan de volgende dag was het zondag, had ik weer een matinee. Ik zag geen daglicht meer. Laat staan dat ik mijn relatie nog zag. Ik zag Ben ook niet. Maar gelukkig was er constant het einde in zicht. Weet je wel, had ik zoiets van nog even knallen, nog even knallen. En dan zei ik ook nog even volhouden, nog een paar weken. Ik heb in totaal volgens mij een half jaar dit gedaan. Laatste half jaar vond ik het. En ik zag aan hem, weet je wel, hij vond het heel zwaar dat hij mij gewoon nooit zag. Echt nooit. Hij had ook een paar keer aangegeven van ja, eigenlijk wil ik gewoon het liefst een vrouw die thuis is en die er gewoon voor mij is. Hij heeft zo'n onregelmatig leven, die gewoon voor hem klaar staat. En hij zocht eigenlijk, hij gaf een beetje al aan van, eigenlijk is dat meer wat ik zoek. Einde in zicht. Word ik gebeld door de rechterhand van Jo van den Ende. Wil jij de hoofdrol spelen in een andere productie die al loopt? Namelijk The Little Mermaid. Bedoel je dat ik geen auditie hoef te doen? Zei ze dus van, nou nee, weet je, die show loopt al. Het is een hartstikke leuke show. Maar de kaartverkoop blijft wat achter. Jij bent een kinderidool of zo. Wij vinden dit wel een marketing stunt. Wil jij misschien die show overnemen? Ja, ik weet niet of je het weet, maar als je dus ooit in een positie komt waarbij mensen je vragen om iets te doen, dan kan je echt kapot veel geld vragen. Echt kapot veel geld. Dus ik dacht van kut, weet je wel. En het is natuurlijk vette shine om gewoon zonder pauze meteen door in een soort van nieuwe show te springen als hoofdrol. Ja, je droom komt uit. Ik dacht bij mezelf, ja, no fucking way dat ik dat ga weigeren. Maar ik wist, als ik dat ga doen, dat is het begin van het einde. Dus ik zei tegen Ben van, ik ga dat doen. En hij was niet zo blij, maar hij supportte hem ook wel een beetje. Hij zal nooit tegen mij zeggen van, ik wil niet dat je het doet, weet je wel. Maar hij was er niet heel blij mee. Maar op dat moment, je moet ook voorstellen, ik had nog geen online, weet ik veel, ik had geen volgers of zo, ik had geen YouTube kanaal, ik had geen eigen sieradenlijn. Dat waren ook gewoon mijn inkomsten, weet je wel. Dus, en ik was heel hard aan het groeien. En ik dacht op dat moment van, ja, dit is echt het moment voor mijn carrière, snap je? Dus ik heb, denk ik, ja, ik heb er goed aan gedaan om dit te kiezen, om hiervoor te gaan. En ja, ik begon met repeteren en shows en ik word er ook wel heel erg blij van. Maar het is zo zwaar. Ja, ik weet nog op een gegeven moment midden in die periode belde Ben mij op. Zo van, helemaal depri. Zo van, als ik je toch nooit zie, dan waarom hebben we dan nog een relatie? Oh, en de paniek brak me uit, weet je wel. Want ik vond hem ook zo leuk en liefde. Dus wij besloten op dat moment om samen te gaan wonen. Want weet je wat het is? Dan zie je elkaar nog een soort van. Weet je wel? En ik hoopte ook de hele tijd van, please hou vol. Want het is, hè, nog een paar maandjes. En dan, hij was natuurlijk blij dat ik bij hem kwam wonen. Aan de andere kant, ja, veranderde het gewoon niet heel erg veel aan de situatie. Maar ik moest knallen. Ik moest door. Wat ook meespeelde, en dit is natuurlijk niet zo leuk om te zeggen, maar het lukte bij hem niet echt, zeg maar, met de liedjes. Zijn carrière is gegaan van 0 tot 100 in, weet ik veel, 3 weken tijd, 4 weken tijd. Maar wat komt er na 100? Hij heeft gewoon zo weinig begeleiding gehad die hij wel heeft verdiend. Ze hadden gewoon echt eventjes met hem wat sessies moeten, wat mentale sessies moeten doen om hem te laten voelen hoe het is van na 100 komt sowieso minder dan 100. Dat is normaal. Dat moet je
Dat moet je anticiperen, daar moet je op inspelen. Maar ik denk dat hij in paniek raakte toen hij merkte dat het afnam. Dat is niet persoonlijk, dat is gewoon zo. De buzz is zeg maar voorbij en dat is normaal. Dat moet je gewoon omarmen als iets moois wat je hebt gedaan, als een springplank. Maar niet als een graadmeter voor hoe de rest van je leven, van je carrière moet verlopen. Dat is onmogelijk, je haalt het 100 niet, dat zakt af, dat is normaal. Maar hij kon het niet verwerken, dus hij bracht ook liedjes uit die niet echt aansloegen. En terwijl hij hartstikke veel kon optreden nog, maar hij voelde zich gewoon een beetje aan het mislukken. Terwijl het is een ding in je hoofd. Hij was niet aan het mislukken, hij was gewoon, weet je, zoekende naar hoe ga ik deze carrière vormgeven. En ik denk dat het mentaal aan hem ging knagen. En dan het contrast met je vriendin die dan wel keihard gaat, is misschien, dat wil ik niet voor iemand invullen, maar ik kan me voorstellen dat dat confronterend is in die zin. Dus het ging zeg maar steeds slechter met hemzelf en daardoor ook tussen ons. En wat er is gebeurd vind ik echt heel erg. Omdat voor mij zeg maar wat ik zeg maar, ik moet even een seconde. Wat ik zeg maar belangrijk vind in een relatie is dat je elkaar steunt en support geeft aan elkaar. Tenminste, ik heb echt support nodig van een man. En ik doe altijd van, ik heb geen man nodig, maar ik heb het wel gewoon nodig. Ik heb echt support nodig, want ik heb dat vroeger gekregen van mijn vader en moeder. Ik heb altijd vanaf kleins af aan zoveel audities gedaan en zij hebben altijd... Succes Yvonne, succes vandaag. Hoe ging het? Weet je wel, altijd zo betrokken geweest dat ik wist van als er iemand in mijn leven komt die, waarmee ik ook, weet ik veel, eventueel een gezin wil starten later of zo, moet dat ook zo iemand zijn. Dus dat is natuurlijk heel moeilijk voor hem, zeg maar, om dat te doen als je zelf kut gaat. Allerlaatste Little Mermaid show, wat best wel een ding is, zeg maar, kreeg ik, zeg maar, in de pauze een berichtje van hem waarin hij het dus heeft uitgemaakt. En voor mij is dat ongeveer het tegenovergestelde van hetgeen wat ik zoek of zo. Dus dat deed me heel erg pijn. Want... ik kan me niet voorstellen dat je dat... Dat is echt heel erg gemeen. Ik moet zingen, weet je wel. Ik heb een hoofdrol. Ik moet on top of my game zijn. Ik weet niet of je het weet. Je denkt, oh, Little Mermaid. Dat is dus geschreven door Alan Menken. En dat is heel klassiek. De musical is heel klassiek geschreven. Dus natuurlijk zitten ook de bekende liedjes bij van Part of Your World en zo. Maar... ook nieuwe liedjes en die zijn heel klassiek en hoog en moeilijk. En om mij zo pijn te doen om in de pauze naar mij te sturen van ik kan het niet meer, dit stopt voor mij. Dat vind ik, dat getuigt van een slecht, heel slecht karakter. Daar stel je me echt, daar kom ik nooit van terug. Dus, nou, ik zal je vertellen wat er dus letterlijk gebeurde. Ik was dus wissel, ik had een pauze. De pauze was een kwartiertje. Nou, wat je allemaal doet, hè, je doet je pruik af. Je krijgt weer een nieuwe pruik op voor de volgende scène. En ik pak even snel mijn telefoon en ik zie dus een WhatsAppje van... met een stukje songtekst. Het is een link naar een liedje van Johnny Cash en een stukje songtekst. Ik ga het er even bij pakken. My god! Het staat ook dus gewoon op internet wat ik nu ga vertellen. Hij heeft het zelf ook verteld.
Oh, nou. If you could read my mind. Zo heet het liedje van Johnny Cash. I never thought I could act this way. And I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong. But the feeling is gone and I just can't get it back. Dus ik zie dat en ik zei van, wat is dit? En toen zei ik dus van, ik kan niet meer. Ik maak het uit. En wat ik toen heb gedaan, dat weet ik dus niet meer. Er zit 1500 man in de zaal die allemaal 50 euro hebben betaald. There is no fucking way dat ik nu ga huilen. Dat ga ik nu niet doen. Dat kan nu niet. Blok. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik denk dat ik dit mentaal heb geblokt. En ik herinner me dat ik ook iets van kracht heb opgezocht. Ergens. Ik weet niet waar ik vandaan heb gehaald. Ik ben zo'n emotioneel persoon. Dus ik kan achteraf helemaal niet begrijpen dat wat ik hier heb geflikt of zo. Maar ik kan je vertellen. Ik ben naar het bed gelopen op het podium waar ik moest zijn voor de volgende scène. Gordijnen waren dicht. Ik ben daar gaan zitten. Ik heb me volledig gefocust op de volgende scène die ging komen. Het gordijn ging open. En weet je wat? Hier zijn ook nog beelden van. Iemand uit de zaal heeft mij gefilmd tijdens deze scène, tijdens mijn laatste show. En heeft dit dus online gezet. Niemand wist natuurlijk dat het toen uit was. Ik zei ook, ik zeg niemand, want ik dacht, ik zal je besparen om deze klassieke, het is licht klassiek hoor, het is niet heel opera of zo, maar niet iedereen zit misschien te wachten op een zingende Yves. Dus mocht je dit momentje willen zien, ja, ik weet niet of je dat wil. Maar het is heel interessant als je dus weet wat er net 3 minuten daarvoor geleden gebeurd is. En vervolgens gaat het gordijn open en beginnen mijn eerste noten. Ik heb denk ik de beste show in mijn leven gespeeld. Bitch. Fucking bitch. Echt achteraf, jongen. Echt, ik stort in tranen. Hysterisch. Ik had het niet meer. Ik stortte helemaal in. Kon niet meer. En mijn collega's hebben me gewoon opgevangen. Zo lief. Dat je dat doet. Dat je dat naar iemand stuurt. In zijn laatste show. Terwijl die nog moet zingen. Ik weet niet hoor. Als je moet huilen kan je niet zingen. Dus ik weet niet wat hij dacht. Hij wou, ik vind dit echt getuigen van echt. Dat is het allergemeenste wat je bij mij kan doen. Dat is dat. Dus ik naar huis gereden. En toen kwam ik daar aan en toen wilde ik een gesprek van what's going on, weet je wel. Want ik zag het ook totaal niet aankomen. Het was ook helemaal niet, ja, ik zag wel dat het niet goed ging met hem. Maar ik wist niet, ja, ik had nooit verwacht dat het dat hij het uit zou maken. En toen kwam ik, toen lag hij in bed en lag hij zo, sorry als je kijkt ben en ik dit vertel. Het is best wel intiem, maar ja, sorry. You fucking don't mean, dus beter ga je eraan geloven. Dus hij lag gewoon zo onder zijn dekbed en ik zei van, wat is er? Weet je, wat moet het hier niet even over hebben? En toen zei hij, ik heb alles al gezegd. Nou, toen was ik wel pist hoor. Toen heb ik eventjes midden in de nacht alle spullen ingepakt. Volgende ochtend stond mijn vader voor de deur. Love my daddy. En die was ook woest en die heeft al mijn spullen meegenomen. En toen heb ik een huis gehuurd in de Jordaan. En ben ik verhuisd. Ja, nou komt het hoor, de juice. Dus, fucking 2 weken later, hij ging mij veel bellen en ik nam niet op. Dus op een gegeven moment kreeg ik te horen dat hij dus een tattoo had gezet op zijn voorhoofd. Met dus dat nummer, met die songtekst van dat nummer. Dat hoorde ik al via van, dat hebben we volgens mij iemand van Boulevard die ik persoonlijk ken. Die had me even geappt van, we hebben dat vanmiddag gefilmd en zo. Dus hij belde mij dus die middag, dus ik nam op. Hij zo, ik heb een tattoo gezet voor jou.
Dus ik zo, ja. En? Ja, sorry hoor, doei. Dan ben ik heel hard, ja, sorry hoor. Ik heb echt zoiets van, fuck jou. Dus hij dacht ook van, oh. Nou ja, dan hang ik maar weer op of zo. En ja, ik weet niet echt waarom hij dat heeft gedaan. Ik vind het extreem verwarrend dat je een tattoo voor iemand zet terwijl je het uitmaakt. Terwijl jij het hebt uitgemaakt. Dus eigenlijk wil je me toch eigenlijk dan niet echt meer. Waarom zou je dan een hele tattoo voor mij gaan zetten? Ik vind het zo verwarrend. Ik snap het niet. Dit is erg beladen geweest voor hem ook. Maar ik ben zo pissed dat hij dat in die laatste show heeft gedaan. Kon je niet gewoon... Wacht alsjeblieft één dagje. Het feit dat je niet wacht tot de volgende dag of zo. Weet je wel. Dat betekent gewoon dat je expres gemeen bent. En daarna kwam heel het gezeik met die verkeersregelaars. En moest hij voorkomen. Had hij iemand in elkaar geslagen. Weet ik veel wat allemaal. Ja, Nederlanders houden gewoon niet echt van geweld. Zeker niet als ze jou... Hé, je ziet er dan al uit als een bad guy. Maar de mensen hadden dan helemaal bedacht van... Oh ja, jij bent niet zoals je eruit ziet. Want je kan super mooi zingen. Je bent super lief en goed persoon. En dan blijkt dat je uiteindelijk toch gewoon what you see is what you get. En dan denkt iedereen, oh, laat maar dan. Dan vinden we jou niet meer leuk. Dan cancelen we jou. En ja, vanaf daar is het een beetje zo gegaan. Tuurlijk. Heel erg jammer. Ik heb echt... Hij had zo ver... Hij had gewoon nu nog steeds famous kunnen zijn. Als hij dat eventjes wat anders had aangepakt, denk ik allemaal. Maar ja. Wat een juicy verhaal, jongens. Ja, even denken. Ben ik maar doorgegaan met mijn leven. Toen ben ik op YouTube gegaan. En ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er veel van geleerd. Ik zou nu niet meer in een musical gaan spelen. In ieder geval niet 9 shows. Dan zou ik misschien een alternate rol nemen. Zodat je misschien 2 shows per week of zo speelt. Dat heb je natuurlijk ook wel eens. Maar ik heb nu zoiets opgebouwd op YouTube. Ik wil gewoon nu maandag tot en met vrijdag werken. Misschien is het niet alles van 9 tot 5. Maar ik blijf een ondernemer natuurlijk. Maar ik wil gewoon dat leven voor mezelf niet meer. Ik wil gewoon, wat ik nu heb opgebouwd is precies hoe ik het wil. En ik wil ook vrije tijd. En ik wil ook leuke dingen kunnen doen. En ik wil niet alleen maar werken. Dat wil ik gewoon echt niet meer. Ja, het moest zo zijn, denk ik. Nou, dat was eigenlijk een beetje een beladen verhaal. Maar bedankt als je helemaal tot het einde hebt gekeken. En geïnteresseerd was hierin. Thanks. Ik zal het filmpje van die eerste scène na de pauze nog even hier beneden in de beschrijving linken. En natuurlijk zal ik ook mijn website nog eventjes linken. liveofyvonne.nl. Mocht je het leuk vinden, kan je met korting shoppen met de code YouTube20. Ik ben een beetje... ik ga even een rondje lopen buiten. Want een beetje beladen. Dankjewel voor het kijken en ik zie je heel erg graag vrijdag weer bij de volgende video. En dan gaan we weer lekker juicen. Ik heb zin om een tv-programma met jullie te gaan kijken, dus er wordt weer hilarisch. Super veel zin in. Ik zie je dan heel graag. En kom nog even gezellig bij mij kletsen op Insta. Vind ik ook heel gezellig. Dus tot vrijdag.